Paul, Jeroen. Een heel nieuw concept hier op het Meiveld. Het ziet er prachtig uit. Hoe zijn jullie hierbij gekomen? Nou, bij ons kwam de vraag te liggen of wij het plein wilden gaan exporteren. Jeroen en ik contact met elkaar gezocht. Jeroen heeft vorig jaar een hartstikke leuk evenement gedaan bij hem bij de Post. En daar kwam eigenlijk het idee om daar verder op te borduren. Om te zeggen, hey, dat moeten we hier doen. Groots, open, toegankelijk voor iedereen. En, maar ook vooral ja, gezelligheid. En hoe kom je dan op dit concept uit? Nou, dat is eigenlijk het concept waar wij vorig jaar bij de Post hebben gedraaid. Gewoon in de open lucht. Een podium bieden aan leuke bands. Een paar foodtruckjes erbij, want heel veel groter was het plein daar niet. En daarvan heb ik gezegd, joh, die reacties die we daar hebben gekregen waren zo grandioos. Laten we dat in ieder geval als basis pakken om hier verder uit te rollen. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Dus een hele open structuur, verschillende foodtrucks, voor ieder wat wils, voldoende zitgelegenheid. En gewoon een lekker muziekje, heel relaxed sfeer eigenlijk. Wat je nou echt ziet is dat na de optredens de mensen blijven zitten. En als je in de tent staat, dan zeg je al snel, nou ja, nou loop ik de tent uit, er is geen optreden. Dus ja, we willen eigenlijk de complete beleving zo hebben dat de mensen ook op hetzelfde blijven hangen, zeg maar. Ja. Want jullie hebben ook op het laatst nog gekozen om een DJ ertussen te zetten. Hè? Dat is denk ik ook wel heel goed geweest, dan valt het ook niet stil. Ja, inderdaad. We zijn zo bezig geweest met de bands en de aankleding en alles. En te zeggen van, hey, wat moeten we tussendoor? Moeten we eigenlijk dat wel gewoon door laten gaan? Dus inderdaad, vrij laat tegen de deadline aan hebben we toch gekozen om daar een DJ bij te zetten. Die dat allemaal een beetje aan elkaar draait. En zoals je ziet gaat dat wel goed. Ja, want als ik de line-up zie, dan zijn het ook best wel allemaal regionale bands, toch? Ja, maar dat was ook echt de opzet. Ik vind dat we sommige bandjes die krijgen niet altijd de kans op zo'n podium te spelen. Ik vind Cultumult een Veldhovens festival. Daar moet een Veldhovens bandje staan. En dat maakt niet uit of dat bij Jeroen dat bij de Post op podium is of op het hoofdpodium of hier. Weet je, ik vind dat we daar een podium aan moeten bieden. En daarom hebben we gekozen, minimaal één bandlid uit de band moet uit Veldhoven komen. In ieder geval uit Eindhoven. Ja, jullie stralen ook helemaal, hè? Ja, absoluut. Er zitten natuurlijk maanden voorbereiding zitten erin. En als je kijkt de afgelopen weken met het weer, dat was niet over om naar huis te schrijven. En als je nu dit ziet, dat is gigantisch. Het komt allemaal samen. En als dit dan het resultaat is en het wordt zo goed ontvangen door het publiek, daar heb je keihard voor gewerkt met z'n allen. Ja. Ik zou zeggen, geniet er nog van en we komen jullie vast nog wel even tegen. Hartstikke goed, dankjewel. Hè.